Ja. Klopt, met Michel Hostekind, schiet van Roeselaar. SPA, dacht ik, is juist. Juist, ja. Van jeugd en onderleid, toffe ding. En hij steunt hier een specifiek project, Wuk. Ja. Ah, wel, de actie noemde eigenlijk de warmste poep. De warmste poep. En niemand die herden voor de bel, nee, die houdt. De warmste poep is eigenlijk een actie speciaal voor de pamperbank. De pamperbank, weet wel, waarbij dan we acties opzetten ten voordele van kinderen in armoede. Waarbij dat we eigenlijk pampers inzamelen, luieroverschotten inzamelen, maar tegelijk ook acties zelf organiseren. En één daarvan is hier, dat is een t-shirt, speciaal ontworpen door Jay Blues. Jay Blues, de welbekende cowboy van de Cowboys, Jay Blues. En dus dat is een max voor ons en we verkopen dat hier nu vandaag op de kerstmarkt een uniek cadeautje, maar nu ga je eerlijk zien. En kun je dat buiten de kerstmarkt ook nog kopen? Ze kunnen dat buiten de kerstmarkt ook nog kopen, je kunt dat bestellen. En je kunt zelfs een t-shirt dat Jay Vleugels zelf aan gaat zetten, met zijn zweetvuren er nog in, gewoon kopen. Die wordt geveild, zo nu 15 euro heeft toen ten matje. Godverdomme mensen, dat je nog niet weet wat te doen is, dat is nu wel weten. En waar kunnen ze nog informatie vinden? Alle informatie is te vinden op www.curieus.be, www.depamperbank.be en op Facebook kan je dat allemaal zien passeren. De eerste t-shirts zijn al weg. En kan je hier live de zeefdrukt zien. En Jay Vleugels ging nog een passeren van achteren, dus we kunnen niet mis met het passeren. Allee vent, als je nog niet weet wat te doen gast, hoe beter? En Studio Brussel belt hier nog live ze bit. Dus als je wilt, wie aan de linnen? Roeseloor is geweest. Wie aan de linnen? Het is een berichtje van Jay. Van Jay zelf. Jay. Wow. Vind ik de pannet. En daarom is Roeseloor de warmste stad en de warmste week. Voilà. Michel het zijn, is het zo. Is het niet? Voilà. Ik was blij, hier was het weer anders en de complimenten.